Luister eens. Hoor je hem draaien? Ja, natuurlijk niet, want de nieuwe A6 die is er enkel nog als vol-elektrische e-tron. En dit zijn de 5 andere dingen die je moet weten over deze nieuwe Audi. Beetje een vergelijkbaar verhaal met de A5. De A6 sedan bestaat niet meer. Het is nu een sportback. Zowel de Avant als de sportback kan je krijgen met achterwielaandrijving of als quattro. Dus met 1 motor of met 2 motoren. Die achteraan, dat is een synchroon motor met permanente magneten. Die vooraan, dat is een asynchroon motor. Waarom de keuze voor een asynchroon motor? Wel, die kan je volledig uitschakelen en dat is efficiënter. De camera-spiegels zijn terug. Jee. Maar we zouden er deze keer niet meer mogen op vloeken, want Audi heeft de schermen hoger gezet, waardoor je nu natuurlijker kijkt. De Avant komt met een CX van 0,24, maar de ster van de show is de Sportback. Door die mooie aflopende lijn 0,21. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan om die 0,21 te halen. Je bent verplicht de camera-spiegels te nemen, je moet ook de luchtvering bestellen en je moet blijven staan op de 19 duimers. Het voordeel van die CX of die betere stroomlijn is uiteraard dat de A6 efficiënter wordt. Heb je de Sportback besteld met al die opties van hiervoor, samen met de 100 kWh grote batterij, dan zou je 750 km ver moeten raken op 1 lading. En zelfs met de kleinere batterij van 33 kWh is dat nog altijd 610 km. Stel nu dat die batterij zo goed als leeg is, kan je hem ook snel laden dankzij de 800 volt infrastructuur, namelijk tot 270 kW, waardoor je eigenlijk na een koffietje terug gans het land door zou moeten kunnen. Jullie weten het allicht, maar ik ga het toch nog eens herhalen. Alle info vind je op autorits.be.